Het kringloopwarenhuis van de Caldergroep kreeg deze maand hoog bezoek. Met mij is dat zeker goed, joh. Goed, ja. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Rutte, bracht namelijk een bezoek aan het kringloopwarenhuis van voorheen Mobiel. En tijdens zijn bezoek had de heer Rutte een onverwachte ontmoeting met Jannie Meijer van het Dagblad van het Noorden. Ik heb een huis gegeven voor het weet je waar je woont. Ja, hij is echt burgerlijk aan het belachen. Hij heeft huisje, bankje, beestje, huisje, zijn kalletjes. Hij is best goed. En jij draait ook wel goed is. Hij was goud, zie je ook wel. Dat jij. Ook burgemeester Meijerman heeft in de gaten dat de hoge gasten reeds zijn gearriveerd en begroet hier de staatssecretaris. De vertalingsplaats in het kader van het reintegratietraject, ja. Ideeën, WJW's, nog die hier werken, een werkervaring opdoen. Een heel gedifferentieerd aanbod eigenlijk van de wasserij tot aan verkoopmedewerker. Ja. En slagen daarin eigenlijk heel goed in om ook mensen uit te laten stromen naar de reguliere markt. Worden ook niet opgekapt? Ja hoor. Ja, we hebben ze daar kunnen het even zien. De heer Schrik, manager van het kringloopwarenhuis, mag uitleggen hoe het bedrijf in elkaar steekt en doet dit aan de hand van een rondleiding. De staatssecretaris is onder de indruk van het bedrijf en laat zich over diverse onderwerpen informeren. En hier is men aangekomen in de technische afdeling van het bedrijf. En van daaruit bereikt men de kledingafdeling. Ook praat de heer Rutte met verschillende medewerkers van de Caldergroep. Ja, dat is
En natuurlijk wordt ook de meubelafdeling bezocht. En ook hier weer veel interesse van de kant van de staatssecretaris. En burgemeester Meijerman merkt hier dat hij eventjes niet heeft opgelet en een nieuw pak kan kopen. Want hij zit onder de lak. Volgens mij is daar een afdeling. Ook mevrouw Van Tuinen, directeur van de Kaldergroep, heeft een goed onderhoud met de heer Rutte. Het bezoek van de staatssecretaris heeft direct niets concreets opgeleverd, maar is zeker voor de medewerkers erg stimulerend geweest. Tot zover onze reportage over het bezoek van de staatssecretaris aan het kringloopwarenhuis aan de Transportweg.